Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat we opnieuw een aantal boodschappen of eigenlijk een gesprek gaan doen tussen de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. Ik heb de kaarten al geschud en klaargelegd omdat het gemakkelijker is om op die manier dan het gesprek te beginnen. Ik weet niet waar dat de kaarten over gaan. En je weet, deze kaart is eigenlijk altijd het algemene thema. En ook voor de connectie. Dus laten we beginnen. De kaart is de Hierophant. Dit is een grote arcana. En hetgeen dat ik eigenlijk onmiddellijk voel is dat... laat me zien welk teken dat erop staat. Stier en... ja, dat is de letter. Dat door het feit dat het ook omgekeerd ligt, dat er... Zowel bij de vrouwelijke energie als bij de mannelijke energie. Op dit moment heel veel dingen die stabiliteit gaven, die veiligheid gaven, die zekerheid, die een bepaalde zekerheid was. Dat dit aan de nodige evaluatie onderworpen wordt. Maar we gaan zien wat er verder komt. Hoogstwaarschijnlijk wordt ook duidelijk. Oh my god, ja. Ik wou niet komen. Wat zegt de mannelijke energie om te beginnen? Ik geef niet toe aan de angst. Ik weet dat de angst een illusie is. Ja, en dat is ook zo. En ik merk ook dat vooral bij de mannelijke energie, dat ze doorheen, ik zou bijna zeggen, een volgende fase gaan in hun groei. Sommigen gaan blijven met een kop, bij wijze van spreken, tegen de muur lopen. Totdat ze uiteindelijk... de weerstand die er is loslaten en de ideeën dat ze hebben, of misschien zelfs de plannen dat ze hadden voor hun leven loslaten. En echt kiezen om hun hart te openen en op een positieve manier in de toekomst te staan en te gaan kijken. Wat zegt de vrouwelijke energie? Karmische banden. Vorige levens beïnvloeden onze connectie. Ik heb jou reeds in vorige levens verloren en dat maakt me bang. Ik moet het verdriet helen en, om uiteindelijk in staat te zijn dat de liefde weer kan stromen. En dat is ook zo. Ik heb dat zelf ook in mijn connectie zelf ook moeten healen. En dat is eigenlijk een van de dingen dat ik ook zie gebeuren bij dergelijke diepe zielsconnecties, waarin dat één of beiden die angst om de ander te verliezen eigenlijk ook mag op een diep niveau gaan healen. Zowel omdat we bang zijn om de persoon dat we nu hebben of kennen in dit leven te verliezen. En vaak gaat het zelfs niet over die persoon. Maar gaat het gewoon over hoe dat ze ons laten voelen. Over de liefde dat we ervaren. Over de verbinding dat we ervaren. Omdat we denken dat het enkel alleen maar met die persoon is dat we dingen of dat kunnen ervaren. En voor een deel klopt dat ook, zeker wanneer het gaat over jouw echte tweelingvlam. Dan zijn er dingen dat je met jouw tweelingvlam zal ervaren, die veel intenser zullen zijn, dan wanneer je dat bijvoorbeeld met een high soulmate, dus met een hoogvibrerende soulmate, zal ervaren. Wat zegt hij nog? Rond communicatie. Jij denkt dat ik niet luister naar jou, maar ik doe dat toch. Dus de mannelijke energie zegt van, ik hoor jou. Dat kan ook zijn dat het over telepathische communicatie gaat. Maar ook de gesprekken die geweest zijn. Ja, kijk, en dat zegt hij ook. Ik hoor dat alles wat je gezegd hebt, en de conversaties dat we hadden, de gesprekken dat we hadden, de dingen dat je gezegd hebt, de mails die je misschien gestuurd, de berichten die je gestuurd, en dat ik misschien niet onmiddellijk heb beantwoord, ik lees die over en over. En die... Gaan terug, de mannelijke energie speelt die conversaties altijd maar opnieuw en opnieuw terug in hun hoofd. Om het dieper te laten zinken. En vooral omdat ik merk en hoor dat het hier ook gaat over het feit van dat de mannelijke energie niet begrijpt van hoe dat komt. Dat de vrouwelijke energie, ondanks het feit wat er allemaal gebeurd is, ondanks het feit wat ze misschien al dan niet verkeerd gedaan hebben of een toxisch gedrag... Dat die liefde er toch nog altijd is. En als vrouwelijke energie ze niet gewoon zomaar afweest. Maar toch nog altijd kan zeggen van... Kijk, oké, ik hou onvoorwaardelijk van jou. Maar dat betekent niet divine feminine. Of vrouwelijke energie. Dat je
totaal geen grenzen meer moet aanhouden. Zeker wel. Maar dus de mannelijke energie moet wennen aan het idee dat er zo iemand hen op zo'n diep niveau begrijpt, soms zelfs dieper op, dan dat ze zichzelf kennen en begrijpen. En dat werkt natuurlijk ook aan twee kanten. Wat zegt de... Oh, kijk, dat is ook communicatie. Ook weer een mooie spiegeling. Wat zegt de vrouwelijke energie? Ik kijk naar jou op sociale media en internet. Het is mijn manier om dicht bij jou te blijven, of mij verbonden te voelen eigenlijk. En ook om meer informatie over jou te ontdekken. Op zich is daar geen probleem mee. In die zin, als het jou slecht laat voelen, dan is het beter om eigenlijk ook alle contact, alle verbindingen die je hebt met sociale media of internet, of hen volgen of kijken of wat dan ook, om dat los te laten. Omdat de dingen die in 3D gebeuren en de dingen die we posten op 3D of op sociale media liever, zijn niet altijd de waarheid wat dat in 5D of in energie gaande is. En zeker niet afhankelijk van waar je staat in die connectie, als eerder is in de connectie, dan is vooral ook de mannelijke energie en zelfs de vrouwelijke energie ook wel voor een stuk heel moeilijk om te erkennen en om dat er ook publiekelijk voor uit te komen dat er iets meer is, dat er diepe zielsconnectie gaande is of zich aan het vormen is. Of eigenlijk niet vormen, want die is er altijd geweest, maar het gaat eerder over dat we aanvaarden dat we een diepe zielsconnectie met iemand hebben. En alle dingen die daardoor uitgedacht worden, de overtuigingen, de manier waarop dat we in het leven stonden en zo verder en zo meer, die dan mogen aangepast worden. Wat zegt de mannelijke energie ook? Ik begin te focussen op mijn missie en onze connectie is daar een onderdeel van. Ja, en wat zegt de vrouwelijke energie? Opnieuw weer de karmische banden. Wat zegt ze? Ik kan niet volledig daar bij jou zijn, zolang dat de andere persoon in mijn leven is. Ik weet dat het hard voor jou is, maar ik moet doorheen deze experimentatie, ik zeg, deze ervaring gaan om te healen. Het gevoel dat ik heb, is dat vooral de vrolijke energie. Het kan zijn dat beide nog in een karmische relatie zitten, of in een relatie zitten met iemand anders die niet de tweelingvlam is. Maar ik voel vooral dat door het feit dat de vrolijke energie een grens getrokken heeft, wat we daarnet ook gezegd hebben, dat de mannelijke energie verplicht is om naar binnen te gaan. Omdat hij eigenlijk zichzelf niet meer kon voeden aan de hand van de connectie. En dan net daardoor hij dus inderdaad is beginnen focussen op de connectie meer en op de missies die ze samen hebben, om op een andere manier gaan nadenken. En dus ook alle karmische relaties die er nog zouden zijn, andere personen die er nog zouden zijn in hun connectie, om die... Om daarvan los te komen. Om daar vanuit de lessen die ze nog moesten leren met die personen, die lessen af te ronden, de lessen te leren dus, en zodanig ruimte te maken voor de connectie en de vrouwelijke energie. Maar dat werkt dus ook weer aan twee kanten, want je weet, we hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons, dus het kan zijn dat jij misschien hoofdzakelijk meer de vrouwelijke energie bent, maar dat dit verhaal eigenlijk eerder omgekeerd is. Dus pas het toe zoals dat voor jou klopt, met de gegevens die je nu hebt. Nog iets wat ik wil zeggen. Wanneer je video's bekijkt, of wanneer je readingen bekijkt, of informatie leest, en je hoort plots van, jouw partner is in een karmische relatie, bla 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 bla, en je hebt daar tot op dit moment nog nooit niets over gehoord, of je hebt ook niet dat gevoel, of zelfs ook niet telepathisch die boodschappen gekregen, of wat dan ook, ga er dan niet onmiddellijk vanuit dat er inderdaad een andere partner is. Dat kan. Maar de reden dat jij het niet weet of niet bewust weet, is geleid door hogeraf. Is geleid door jouw team. En dus wanneer je de puzzelstukken nog niet kent, ons ego heeft altijd de neiging om dan die lege puzzelstukken gaan in te vullen vanuit de meest negatieve scenario's en de worst case scenario's. En dat maakt alleen dat we nog meer ballast en meer druk in die connectie duwen. Dus kijk vanuit, zo vaak als mogelijk vanuit liefde. Kijk vanuit de geheelde versie. Kijk vanuit licht. En kijk, de verhalen die je niet weet, vul die gewoon in vanuit het meest positieve. En zo kun je zeggen van ja, is dat niet wat naïef?
ja, dat kan misschien zijn. Maar ondertussen ga jij jou daardoor wel beter voelen, waardoor dat jij gemakkelijker jouw leven gaat kunnen verder manifesteren. Terwijl als je altijd gefocust bent op de anderen, en niet op jezelf, en altijd maar negatief daarom denkt, en slecht spreekt over de tweelingvlam, of wat dan ook, hoe kan je dan in godsnaam in staat zijn om eenheid te gaan creëren? Dat is gewoon onmogelijk. Je kan niet iemand haten en er boos op zijn en al die lachtrillende emoties naar de anderen sturen, want eigenlijk in werkelijkheid, wat dat gebeurt er energetisch, dat sturen die eigenlijk terug naar jezelf. Dus dat gezegd zijnde, die kleine preek is blijkbaar nodig voor één of meerdere personen. Voilà. Wat zegt de mannelijke energie ook nog? We moeten herinneren dat we goden en godinnen zijn en dat we aan het leren zijn om die energie te belichamen. En dat is ook zo. Het pad van ascensie gaat erover dat we allemaal leren wat dat betekent om hier te leven in de fysieke wereld als een geascendeerde meester. Dus vanuit die hogere energie. En dat betekent ook wanneer dat jij vanuit die eenheid, vanuit die hogere energie leeft en er zijn mensen in je omgeving die dat nog niet doen, ja, dat jij degene gaat zijn die de rare is, die de way show, die de weg toont, die de leider is, die dingen anders gaat gaan doen, die de visionair is, die de avant-garde is in dingen hoe dat anders gedaan worden. Maar weet dat dat ook een onderdeel is van jouw missie. En hoe krachtiger dat jij wordt in het zijn van je authentieke zelf, hoe krachtiger dat universum dat ook gaat weerspiegelen en die mensen op je pad gaan brengen die klaar zijn om de dingen dat jij te zeggen hebt te horen. Zeker als je een spiritueel ondernemer bent of als op die manier je missie ook verder wil neerzetten, is dat een van je grootste uitdagingen. Nu, als je daar wilt in ondersteund worden en we weten hoe ik dat gedaan heb en welke stukken dat ik daarin getransformeerd heb aan de hand van ook de universele vlammen, dan nodig ik je uit om het programma De Spirituele Ondernemer Onthuld te volgen. Ik ga het linkje onderaan de video vermelden. Daarin leer je en toon ik jou echt de stappen hoe dat je eigenlijk je eigen mannelijke en vrouwelijke energie kan combineren om vanuit eenheid succesvolle onderneming vorm te geven. Dat gezegd zijn. Wat zegt de vrouwelijke energie hierop? Communicatie, alsjeblieft. Contacteer mij. Ik zal misschien niet onmiddellijk antwoorden, maar weet dat ik wel om jou geef en het opent ook mijn hart. Ik voel ook dat dat de communicatie is die langs twee kanten gebeurt. Je weet het of misschien weet het niet, maar de komende dagen gaat planeet Venus en planeet Mars in een bepaalde conjunctie staan, waardoor dat eigenlijk eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie een stuk wordt gestimuleerd, wordt naar een hoger level getild. Dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Zeker ook in je eigen proces. Je kan niet in eenheid komen met een andere ziel wanneer dat je die eenheid in jezelf nog niet bereikt hebt. Dat is ook de reden waarom dat ik zeg van ik ben in eenheid, sowieso al een hele tijd in mezelf. Maar ook in eenheid met mijn tweelingvlam. Niet tegenstaande dat wij fysiek niet samen zijn en we wonen allebei in een ander land. Maar dat zegt niks over onze connectie. Dat zegt niks over over of dat eenheid of die wat dan ook mogelijk is. Zeker niet. Dus let ook daarop dat je jezelf daar ook niet in vastzet. Pardon. En laat angsten daaromtrent ook los. Wat hebben we kleuren, dus van universele vlammen, dat we mee kunnen samenwerken? We hebben een aardsengel Uriel met overvloed. En dit zijn de vlammende kleuren waar je mee kan samenwerken. Ik ga ze niet benoemen, omdat iedereen het op een andere manier ziet. En dat is ook met reden. Dus vandaar, zie wat dat is dat jou aanspreekt. Aardsengel Zabkiel of Zabkiel met surrender, dus overgave. En deze vlammen. En aardsengel Haniel met hoop en deze vlam. Ik kan ook zeggen voor sommigen dat bijvoorbeeld witte veertjes of een witte duif, dat ook een teken is, of een bevestiging is. Zowel hier nu op deze video, maar ook in het echt. Dus dat je gaat zien dat binnenkort dat er een wit veertje voor jouw voordeur ligt, of van je auto als je uitstapt, of op een plaats waar je denkt van, hoe komt dat hier terecht? Wel, dat is eigenlijk jouw team die je begeleidt en die jou weer boodschappen brengt.
Voilà, dat was het voor deze video. Ik wens je alvast een hele fijne week. Heb je ondersteuning nodig? Wil je verder werken in je eigen groei? Dat weet. Dan zijn er verschillende programma's beschikbaar op mijn website. Heb je persoonlijke vragen rond jouw connectie? Dan kan je ook een channeling reserveren. Dat is eigenlijk de enige manier waarop je één op één met mij op dit moment kan samenwerken. Voilà, dat was het. Ik wens je een fantastische dag en tot de volgende. Dag!